Welkom op het kanaal van Wal met veel leuker dan het kanaal van Makkers. Rick, we zijn er weer. We zijn weer in onze geweldige bar, hé. Ja. Onze taverne, onze bar. In de vorige aflevering hebben wij deze bar geopend en hebben wij klanten geholpen. We kunnen bier serveren. We kunnen, wat is het, granensoep of zo kunnen we serveren? Ja, iets smerige bende, maar ze vinden het lekker. Iets smerige bende, maar het is wel helemaal geweldig gewoon. Zo te zien is het langzaam dag aan het worden, denk ik. Of is het nog avond? Wat is dit? Nee, het wordt wel een beetje dag, denk ik. Ja, maar het is wel heel donker nog steeds gewoon. Ja, dat wel. Wat doen we? Gaan we onze dag gewoon starten? Of... Ja, zullen ze zo vroeg al komen? Ja, maar nee, we hebben 500 munten trouwens. Laten we eerst even die 500 munten uitgeven. Beetje spenderen. Dat zouden we even doen. Dat hadden we in de vorige aflevering gezegd. Hey, meneer de merchant. Hey. Leuk dat je er weer bent, hey. Nee, geen deal. Ik hoef geen deal met je. Ik wil gewoon even kijken wat we kunnen kopen. Ik denk dat het verstandig is als we sowieso zo'n barrel holder en een nieuwe barrel kopen. Is dat sowieso goed? Ja, hoeveel kostte die? 200 en de barrel zelf kost 100. 300 investeren we daarin. Okay. En dan misschien wat nieuwe mugs en nieuwe plates is handig. Ja, kan ook. Ik zat te denken aan een chest. Ah, hoe duur is de chest? 200, dus dan is wel echt al ons geld op. Sure, nou boeien, maar we maken vast al nieuw geld. Dus dan sowieso een barrel holder of andersom. En dan de chest. Chest. Ik denk dat het wel verstandig is om echt, voordat we nieuwe tafels hebben, dat we in ieder geval nieuwe mugs en nieuwe, van die nieuwe mokken en nieuwe bakjes kunnen doen. Zo, weet je. Kijk, plaats ik deze ernaast. Zo, hier, kijk, dan kunnen we twee, die moet wel vol zitten dan. Oh, we kunnen zeker niet nieuw bier maken. Oh, Rick, ons geld is op. We hebben nog maar 7 mokken bier. En ja, we hebben nog maar één happy eten. Nee, maar dat komt wel goed. Heb jij nog graan? Nee, maar dat komt wel goed, joh. Ik ga die appel weggooien trouwens, die hoef ik niet. Ja, nou, laten we dan maar openen en snel geld verdienen. Want dit gaat echt niet als we zoals nu een beetje proberen te leven. We hebben ook één bestelling. Dat is een happy eten. Wat doe jij dat? Ja, is goed. Ga jij me zorgen dat ik jouw happy eten meenemen? Die hebben we nog wel, hè? Ja, 110. Voor je. 110, kijk, dat is ook top. Wacht, ik heb per ongeluk 2 gekocht. Mag ik dan van jou alle mokken en bekers? Of mokken en schalen? Ja, die heb ik dus hier in de kist gelegd. Oh, waar een kist natuurlijk. Kijk. Oh, joh. Dat is echt geweldig. Die ga ik eruit pakken. Take all. Hoppakee, zo. Dan stop ik even kijken. Die stop ik erin. Die barrel. Zodra we genoeg dingen hebben, dan kan ik die barrel erop plaatsen. Ja. Het is deze kant op, Rick. Je gaat via de verkeerde deur eruit. Oh. Oh ja, kan ik hem gelijk openen voor ons? Oh, dat doe ik al. Ga jij maar op pad. Ga jij maar lekker van geld verdienen. Helemaal goed. We verdienen heel veel geld aan die bezorgingen. Zo, dan zijn we open. Ben ik benieuwd of er weer een unit aankomt lopen. Denk het wel. Ik vind het een enge pad. Ja, zie ik al iemand. Ja, het zijn wel... Het is een grote wereld, Rick, waar we weer leven. Hey. Ik ga in de tussentijd even schoonmaken, want ik zie alweer een spinnenweb hierboven. En ik zie nu pas dat die tools ook stuk kunnen gaan. Dat valt me nu ineens op. Oh, Max. Wat? Er stond een loot barrel en die heb ik kapot gemaakt. En ik heb nu 10 graan. Echt? Ja. Gewoon gratis. Gratis. Huh? Dat is top. Dus we kunnen... Oh, dus... Hé, hey, er is hier ook graan. Kan ik dat plukken? Nee, dat kan ik niet plukken. Dat is wel jammer. Kan ik boom hakken? No way dat ik deze boom kan hakken. Nee, dat kan ik niet hakken. Jammer. Het is geen Minecraft. Hebben we in de tussentijd iemand die... Oh, de eerste klant is er. Goeiedag, mevrouw Arya Thornfield. Wat wil je? Jij wil een bakje vreten? Dat is op. Dat hebben we niet. Dat is op, mevrouw. Dat is op, mevrouw. Ik ga hem wel wegsturen. Hebben we niet. Change order. Ik heb hem weggestuurd. Ik heb hem weggestuurd. Omdat we het niet hebben. Ja, dat is wel sneu. We hebben alleen drinken. Meer kan ik niet bieden. Ik zal drinken vast klaarzetten zo. Hé, hey, jongens. Eet smakelijk. Ja. Goeiedag, mevrouw. Wat wilt u? U wilt een... Ja, een biertje hebben we wel. Hier komt u maar, hé. Biertje. Zo, die is voor jou. Drink hem gezellig op. Zie, komt er nog wel een lekkere, knappe man binnenlopen, weet je. En wie weet wordt het toch wat. Ik zal met je wachten hier zo. Is de leuke dame? Mooie POV. Nee. Oké, dan blijf ik hier nog even. Dan blijf ik nog even daar. Oh, mijn god. Hé, hey, recipes. We kunnen ook... Oh, Rick, we kunnen allemaal recepten unlocken. Waardoor we nog meer kunnen maken. We kunnen ook gefrituurde dingen. Frituurd kikkertjes zie ik hier. We kunnen gebakken dingen. We kunnen nog meer drinken. Jij. Oh, sorry meneer. Een kikkertje. Een gefrituurd kikkertje kunnen we zelfs maken. Zal ik je vertellen dat ik hier een kikker heb? Neem me mee. Oh, ik heb hem. Meneer, dat hebben we niet. Change order. Wilt u wat anders? Oh, je kan ook het bestelling veranderen. Hier, meneer. Geniet van uw biertje. Ik zie een zwijn lopen, Max. Ik zie allemaal gekke dingen. Jeetje. Hey, wat een gezelligheid daar buiten allemaal. Kom je ook gezellig terug zo? Ik mis je wel een beetje. Ik ga proberen dat zwijn te pakken. Oh. Je gaat dood. Ik denk dat je dood gaat. Nee. Goeiedag, mevrouw. Kan ik u ergens mee helpen? Wat wilt u? U wilt een biertje? Biertje helemaal klaar. Die heb ik al klaarstaan voor je gewoon. Kijk, en dan gaan we gelijk afwassen in de tussentijd. Gaan het allemaal regelen. Ik ben een beetje de weg kwijt. Kan je niet meer thuiskomen? Ja, ik moet even kijken waar het ook weer is. Hier. Oh daar. Hier gewoon heen. Even kijken, Swamp Forest Tavern. Ik ga even de bucket vullen voor het afwassen. Oh, ik ben er. Zo, hoppakee. Ben je er weer? Ja, bijna. Daar ben je. Ach, oh, het wordt ineens heel druk. Er komen 3 mensen binnen, Rick.
Ik moet drie bestellingen tegelijk aan handelen. Ik ben onderweg. Oh jij, hier eentje wil een biertje. Biertje kunnen we regelen zo, even kijken. Maar dat eten moest in de cookingpot, toch? Waar zijn die mokken? Oh, er staat nog een vieze mok hier. Oh nee. Wacht even, meneer. Wacht even. Jouw bestelling gaan we veranderen. Jouw ook een biertje. Oké, gaan we doen. Oh, nice. Jij bent eten aan het maken. Ja. Lekker, Rick. Eten hadden we nodig. Ik heb kikker, heb je beentjes. Ook een biertje die je kan maken? Want ik mis een mok voor mijn gevoel. Nee. Oh, eentje is boos weg. Oh, nee. Die heeft op. Niet. Het is niet boos weggelopen. Oh, jee. Het eten is klaar, Rick. Eten is klaar. Is er al iemand die eten wil dan? Nee, ik had de bestelling gewoon aangepast. Er is een nieuw iemand. Die wil misschien eten. Die nieuwe. Hier, kijk. Hij wil ook een biertje. Oh. Jeetje. Moet ik even de bestelling aanpassen? Hier, kijk. Zo, hoppa. Wacht. Oh nee, niet. Ze wil nog steeds een biertje. Gaan we regelen. Ik koop wel even nog een mokje op. Ja, dat zou top zijn. Die mokken, ja. We komen echt mokken tekort. En ons bier is officieel op nu. Dit is het laatste biertje die ik hier nu ga serveren. Dan hebben we een nieuw bier nodig. En deze vrouw wil een biertje. Heb je nog... kan jij dingen kopen, graan? Ja, dat kan ik. Nee, ga ik nu doen. Oh, dat ga je nu doen. Dat is een schaalsdag is dit. Het is echt grote chaos dit. We hebben nieuw bier nodig, Rick. Ik ben bezig, Max. Ik ga even vragen of ze wat anders wil misschien. Wilt u wat anders, mevrouw? Ja, ze wil vreten. Dat hebben we. Ja, dat vreten hebben we zeker. Dat zou ik even hier zo pakken. Eentje zet ik hier neer. En die andere die ga ik dan hier plaatsen. Wat wilt u, mevrouw? U wilt ook vreten? Dat hebben we hier. Kijk, ik zal zo op het belletje klikken voor u. Hoppa. Wat ben jij aan het doen? Ik ben even de dingetjes aan het sorteren. Oh, en we zijn nu lekker bier aan het maken weer. Of... Maar kijk, ik heb hier rauw borpork. Oh, Toadlex. Wacht, die wil ik wel even mee klooien. Want ik had gezien dat we bij recepten, bij Fright, kijk, dan kan je Toadlex, heb je twee, oh, level 6 moeten we daarvoor zijn. En we zijn pas level 2, dus dat duurt nog wel even. Ik zal hem terugstoppen. Goeiedag, meneer, hey, dit is Magnus Breckenridge. Was jij af? Ja, ik ga even afwassen. Oké, dan ga ik even kijken wat hij wil. Hij wil een happy. Kun jij voor mij een happy regelen? Oh, ik ben net even aan het afwassen. Ja, dan gelijk een happy regelen, want we hebben geen bekers meer. Ja, dat is goed. Alleen eten? Eén happy. Eén happy, komt eraan. Oh, sorry. Ja, toch. Ik wacht dat je op het belletje had gekregen. Hier, meneer, geniet ervan. Hier is de mok trouwens. Ik stop de mok erachter. Ja. Hallo mevrouw, wat wilt u hebben? Een biertje. Eén biertje. Komt eraan. Is op. Even. Ja, daarom had je moest jij bier maken, maar dat doen we gedoen goed. Ze wacht maar even 2 tellen hoor. Ze klinkt. Hij is bijna klaar. Ja? Ik vraag wel of ze wat anders wilt. Nee, ze wil nu een happy. Oh. Happy. Happy. Komt happy. Eraan. Wacht even. Oh, Rick, we hebben lek! Lekkage! Oh, hamer! Oh, Rick, hameren! Hoe doen we dit? Hameren! Hameren deze ook! Hameren! Oh! Ik heb gehamerd. Jeetje! Mijn bier! Oh, Rick, we hebben 4 klanten. Eén happy, 1 biertje. Nog een happy en nog een biertje. Eén happy. Eén happy. Oh, ik gaan heb we een regelen. Nodig. Wacht even. 2 biertjes en nog 1 happy. 2 biertjes en 1 happy. Ja. 2 biertjes en 1 happy. Er staat een happy. Helemaal niet. Ja, die heb ik al gegeven. Het waren 2 appies in totaal. Oh. Oh, er waren geen... Oh, Rick, we zitten vol. We zitten vol. Mensen komen niet ons restaurant niet binnen omdat het te vol zit. Ik zou even de vieze was, hier komt die. Vieze was, hier op de grond. Biertje. Ja, bedankt. Biertje voor jou, nog 1 biertje. Ja, kom eraan. Nog 1 biertje. Nog 1 biertje. Rustig. Nog 1 biertje, ja. 3 bier. Geniet ervan, mevrouw. Jeetje. 3 bier? Waarom heb je zoveel bier neergezet? Hé, je hebt die andere neergezet. Die andere bak, uiteindelijk. Die andere barrel. Ja, want die andere was leeg. Oh, oké, nu is het iets rustiger. Dan kan ik je wel helpen met de afwas. Oh ja, zo. De afwas heb ik net gedaan. Hey, level 3, of niet? Ja. Ja, dan kunnen we corn seeds kopen en boiled corn. Dan kunnen we, dat is mais. We kunnen mais verkopen. Door je vrouw te oh, sorry, Erik. Doe jij dat even? Afwassen. Ja, ik kan je eens even afwassen. Een happy? Ja, zo'n happy, ja. Happies zijn op. Oh. Ik zou vragen of ze wat anders wilt, of ze dat erg vindt. Hé, trouwens, dronken lap, wegwezen. Ik ga even wat graan bijkopen, dat we gewoon even alles genoeg hebben. Ja, oh, dat moet je gelijk even aan hapjes maken. Ja. Ja. Wacht, Rick, misschien moeten we even dicht om even... Nee, dat is nergens voor nodig. Ja, zou ik een nieuwe tafel bijkopen? Oh, nee, dat kan niet. Nee, dat redden we al helemaal niet om een nieuwe tafel bij te kopen. Dat zouden we al helemaal niet redden. Hij wil een biertje. Biertje kunnen we regelen. Die vrouw zit al lang op de eten te wachten, Rick. Ja, en ze wil niks anders. Ik heb al gevraagd of ze wat anders wilt. Ja, dan is ze pech. Ik heb wel een bedorven appel voor haar. Kan je graan maken? Of happies? Ja, heb ik. Ja, ik ben bezig. Oké, dan ga ik even de vaatwasser bijvullen. Happies worden momenteel gekookt. Happies worden gekookt. Happies en biertjes verkopen. Het wordt moeilijk. Zodra we meerdere dingen verkopen qua eten, dan kan ik het geen happies meer noemen. Oké, ik ga voor de toonbank hier. Even kijken. Wat wilt u, meneer? Nog 2 maal happies. Deze vrouw gaat denk ik zo meteen weg. Ik zal deze dronkenlap even wegsturen en de afwas pakken. Oh, de happies zijn klaar. Oké, ik zal 1 happie meenemen. Zet die anders? Vind ik door bij die vrouw. Zo. Dan ga ik even afwassen weer.
Hapje voor meneer, hapje voor mevrouw, even de afwas doen. Gaat weer fantastico, hoor. Ja, we hebben het weer even onder de knie, hoor. We moesten even, was even een beetje een heftig begin, dit. Zeker omdat ik alleen... Dik, zou ik wel twee hapjes. Hapjes. Ik heb geen bord meer. Ik heb er één. Ja, heb je nog een bord? Oh, die borden liggen hier. Komt ie, hier. Ja, maar... Jeetje, dan moet ik ze eerst nog afwassen. Ja, wat verwacht je dan? Ik ga nieuwe borden kopen en nieuwe mokken, oké? Ja, is goed. Even kijken. Komen in de tussentijd komt er nog één klant binnen. Nog eentje. En een verte duurt wel even voordat het volgende komt. Oké. Okay. Ik zal nog even kijken. Een plate. Ook al twee appies, Max. Ik heb nog een appie nodig. Ja, komt goed. Ik heb nieuwe dingen gekocht. Snel nieuwe afwassen. Nieuwe mokken. En nieuwe bekers. Okay. We hebben geen appies meer. Oh, verdorie. Oh, ik zou vragen of ze wat anders wilt. Nee. Ik kan hem wel weer maken. Oh, huh? Oh, je hebt nog genoeg graan? Ja, ik heb nieuwe gekocht. Oh, je hebt nieuwe graan. Let's go. Oh, we hebben een order. Dat verdient meestal veel. Oké, wacht. Ik geef jou alles hier. Ja, hier, laat alles het maar even aan mij open. Ja, dan ga ik even... ik stop alles in de kist. Kijk, zo. Okay. Zo. Zo. Ik heb best wel veel van die bakjes en mokken. Zie je? Ja. Die vrouw wil trouwens nog één hapje. En hier wil iemand nog een biertje. Die zal ik wel vergeven. Dan ga ik er vandoor. Ja, top. Even kijken, althans ga ik eens kijken wat het is. Zo, even kijken wat voor bezorging hebben wij hier. Een biertje en een happie en boiled corn, maar dat hebben we nog niet, hè? Zo'n 240 nee. Voor die ene. Nou, 200, oké, wacht. Kan je één biertje en één happie maken voor me? Happie. Eén biertje. Ja. Even kijken hoor, mijn inventory zit vol. En een happie. Ik heb hier één. En die mensen willen nog steeds vreten daar trouwens. Ja, dat snap ik. Ze hebben even pech. Eén happie en een biertje. Eén happie voor jou. Oké, dan ga ik deze bezorgen. Dan ben ik zo terug, oké? Ja, helemaal goed. Succes, want er komt nog een vrouw binnen. Ja, okay, nee. Deze zou ik aannemen. Waar moet ik dan heen? Waar is dit? Waar moet ik heen? Happie voor mevrouw. Waar is dit? Talk to the merchant, hè? Huh? Hallo. Rick, ik ben aan het bezorgen. Hoe is het daar? Bij jou? Is druk. Het druk? Ja? Ja, het is... het gaat wel door. Het is behoorlijk druk. Ik loop hier langs een zwijn. Viel die je aan? Nee, je moet hem één keer mappen en dan... Dat ga ik niet doen. Ik ga gewoon doorrennen en een bezorging doen. Wat dacht je daarvan? Okay. Ja, dat kan ook, hè. We krijgen 210 munten voor deze, of 206 munten voor deze bezorging, hè, die ik hier aan het doen ben. Ja, dit is ook wel een verre bezorging. Dit. Ik loop hier helemaal door het wild. Helemaal door de wildernis ben ik hier aan het rondwalen. Hé, er is hier een bordje. Wat hebben we nog meer? Forest en... Oh, de terf. Kijk, dan kan ik in ieder geval dat volgen als ik terug wil. Jeetje. Een beer! Er is hier een beer! een beer? Een zwarte beer, joh. Ik ga er heel ver omheen lopen. Met een boog omheen. Berenboog. Gast, er is hier een of andere oude tempel. En daar is de bezorging. Hé, een barrel. Die ga ik hakken. Dat heb ik gekregen. Hé, graan. Ik heb ook graan gekregen, wat je vertelde. Ze liggen hier gewoon weer in het bos. Tuurlijk. Geniet van jullie hapjes, jongens. Geniet van jullie hapjes. Ik ga naar huis, maar de beer loopt op het pad volgens mij. Ja, de beer staat op het pad. Ik ga er weer omheen lopen met een boog. En ik heb graan. Red je het een beetje daar? Ja, het gaat wel hoor. Een biertje natuurlijk, maat. Hé, ik zie nog een barrel. Die ga ik hakken. Dan hebben we gewoon gratis. En een mushroom. Oh, die kan ik ook meenemen. Jeetje, ik ben allemaal gekke dingen hier aan het vinden. Maar ik kom wel echt snel terug naar huis. Geen zorgen. Ja, schiet moet op die barrel nog eventjes. Hebben we nog meer graan? Schiet op alsjeblieft. Hé, hey, nog een paddenstoel. Neem me ook mee. Wat hoor ik? Wat is dit? Eeuw! Kikker? Nee, dit is een soort viezig iets in de bomen. Oh. Oké, daar komen we later wel terug. Ik ga snel terug naar de taverne. Naar de bar. De bar. Brother, Hey, nog een mushroom. Een biertje, komt eraan mevrouw. Maar hoe gaan wij aan dinges komen? Aan mais? Ja, volgens mij is dat hier buiten. Ja, bij dit ding hier, bij die scarecrow hier. Ja. Oh mijn god, ik schrik me helemaal kapot. Ik zag hem gaan. Wat is dit? Oh, ga jij maar weer met hem praten. Ja, ik ga even praten. Goeiedag, terwijl let niet op de gekke dingen die we hier buiten hebben staan. Je wil een biertje? Dat gaan we regelen. Wij kunnen één biertje voor je regelen. Rick, jij hebt de mokken, denk ik. Ja, heb ik. Kan jij die mokken naar binnen brengen, Jisso? Zeker. Ik weet niet of jij met die enge... Wat zei die vogel verschrikken tegen je? Ja, we kunnen nu daar dingen laten groeien. Oh, dan kunnen we onze eigen tuin? Ja. Moestuin, ja. Onze eigen moestuin. Oké, dan ga ik even de winkel sluiten. Ik wil deze gast even, serveren en dan sluit ik de winkel, oké? Ja, is goed. We hebben heel even een momentje rust. Ze zijn allebei dronken aan het zingen. Kijk, doen we zo. Winkel sluiten. Wegwezen, jongens. Wegwezen hier. Goed zo. Oké, jullie mogen even alles opeten natuurlijk. En dan gaan we heel even een momentje rust pakken, want we zijn heel chaotisch bezig, de hele video. Ja. Fijne dag, meneer. Was gezellig. Het was gezellig. Tot ziens. Ik kom vooral volgende keer weer terug. Oké, dan ga ik even schoonmaken. We hebben een beetje stof hier en daar in onze bar.
Ja, ga ik maar even afwassen. We hebben hier nog vieze dirt op de grond. Zo. Zijn er nog meer viezigheidjes hier? Is de keuken vies? Of nee, de keuken is niet zo vies. Wij houden het wel schoon hier gewoon. Ja, zeker. Wij zijn niet zo van de viezigheid. Al die klooien, die zitten alles hier een beetje smerig te maken. Ze zitten alles vies te maken, inderdaad. Hey, we hebben heel veel munten, maar onze taak is om de garden schoon te maken. Oh, dan kunnen we nu wel met de ex alles weghalen, of niet? Ik denk het wel, ja. Ja, ja. Kunnen we met de ex kunnen we alles weghalen hier zo? Gaan we even onze moestuin gaan we even genezen, want dit slaat natuurlijk nergens op. We hebben gewoon letterlijk een mannetje hier die ons zou helpen. Oeh. Zo. Oké, nou dan kan jij weer met hem kletsen. Ik kan gaan kijken Hallo. Wat hij wilt. We moeten corn seeds zoeken. We moeten inderdaad van die maiszaadjes vinden, inderdaad. Ik zie hier buiten een dingetje. Nee, daar buiten is iets inderdaad. Waarschijnlijk kan je daar vinden. Gaan we samen op pad? Ja, in het donker? Ja. We gaan ons avondavontuur in. Willen we niet een torch kopen? Nee, ja, dat is misschien wel verstandig, hè? Zal ik even kijken hoe duur die zijn? Als die heel duur is, dan doen we het niet, hoor. 100 stuk, is wat te duur, hè? Of eentje. Hey, je kan zo kopen, corn seeds. Nou, weet je, we kopen wel één torch. Eén torch. En dan kijk, zie je, heb ik allebei een beetje licht zo. Ja. En dan gaan we ze gewoon halen, hé. Kijk ons nou gewoon even avonturen. Ik pak je ook wel vast. Kijk ons nou even avonturen. Ja, jij hebt een scherm en ik zorg voor licht. Kijk, een molen in de verte. Jeetje. Ik denk dat we het daar kunnen fixen. Misschien kunnen we het daar stelen. Ja, stelen. Dan kunnen we het gewoon stelen, inderdaad. Dat scheelt weer geld. Ja, daarom inderdaad, hè. Jeetje. Deze wereld is echt groter dan we denken. Oh, wat is dat? Wat is dat? Wat is dat? Is dat een barrel, of niet? Ja, dat is een barrel. En hier ook. En hier rechts ook. Ik pak daar rechts zo. Is dat, is dit een wesp? Oh, ik heb 5 plates. Rick! Wat is dat? Pak hem! Ga weg! Auw! Pak hem! Ik ben echt bijna dood. Max, help me alsjeblieft. Ik heb hem geraakt. Oké, we moeten onze beurt hitten. Nu jij. Onze beurt hitten. En dan gelijk wegrennen. Slaan en wegrennen. Wegrennen. Goed zo. Nu mijn beurt. En wegrennen. Oh, ik moet nog een keer. Blijf rennen. Oké, nu jij weer. Dit kunnen we. En dan wegrennen. Wegrennen. Oeh. Oké, mijn beurt. Ah. Oké, hij doet maar 20 AP damage. Dat valt wel mee. Ja, we hebben hem. Lekker voor je. Loot. We pakken het. Hey, honing. Yo. Echt? Gewoon honing gekregen. We hebben wel betere zwaarden nodig dan dit. Wat is dit? Ja, graan? Barley. Had je die andere ook? Ja, die andere heb ik ook. Daar kwamen 5 bordjes uit. Maar we hebben nog steeds corn seeds nodig. Dat is de reden dat we hierheen gingen. Ja. Dat is dat een beer? Wat is dat? Dat is geen beer. Dat is een steen. Dat is een steen. Waar ben jij? Hey, wacht hier trouwens. Dat stipje is hier. Zijn we voorbij gelopen. Voorbij het stipje. Die molen komen later wel terug, toch? Ja, maar we hebben geen graan nodig. We hebben mais nodig. Of mais, ja. Is dit mais hier? Hier ergens moet het mais zijn. Is dit mais? Corn. Oh, ja, dit is mais. Pak het. Doe jij maar. Ik ga het pakken. Oké, dat is 1. Dat is 1. Hier ergens, dus in dit gebied, hier laten we... We lopen wel vrij rond. Je kan aan mijn lampje zien waar ik ben. Ja, is goed. Als je me nodig hebt, moet je gewoon het licht volgen. Hier ergens in de buurt vinden we dus vooral wild mais. Hé, een hutje daar, zie je? Ja, daar ben ik. Ik loop achter je. Oh, dus hier is een lampje. Oh, gezellig dit, hé. Hey, loot barrel. Gewoon pakken. Misschien zijn we nu een beetje dieven. Au. Help. Hé, joh. Au. Hij is boos op je. Rennen, Rick. Oké, die kunnen we niet pakken. Eén slag en ik ben dood. Oké, ik ren weg. Ik ren ook weg. Dat zijn mensen met zwaarden. Die gaan we niet aanvallen. Die laten we met rust. Oké. We moeten niet ons geluk... We kunnen ook doodgaan in dit spel. Ja, laten we teruggaan. We hebben er 1. Moeten nog meer. Hier. Kijk, ik heb er nog 1. Ja, dat is 2. Oké, nog eentje. Nog eentje en dan kunnen we terug. Hier. Ja, hier. 100%. Ja. Oké. Zo, dan kunnen we terug naar onze scarecrow. Ik heb er ook nog 1. Dan zet ik mijn zaklamp weer, mijn fakkel weer uit, anders gaat hij op. Hij gaat namelijk in de loop des tijds. Ja, hij gaat op na een tijdje, denk ik. Dat zie ik aan die balk die erboven hangt. Maar die mensen die komen wel echt dan van een gevaarlijke route. Mijn wespen, we hebben honing. Dat ben ik wel heel benieuwd. Hier zit er ook nog 1. Waarschijnlijk kunnen we in de toekomst met honing kunnen we dus nog meer gerechten maken. Lekker zeg. Dat kunnen we zelfs zien als we hier bij recipes kijken. En dan bij uiteindelijk drinken. Gok ik dat we hier ergens in de toekomst honing kunnen gebruiken. Of misschien bij gerechten. Ooit, denk ik. Gefrituurd? Ik denk dat we ooit iets met honing kunnen doen. Nou, ik ga de kamers naar binnen. Ik vind het heel eng buiten hier. Waarom deden we dit ook echt s'nachts? Ja, dat weet ik ook niet. Oké, naar de scarecrow. Ik zal het aan hem geven. Kunnen we het planten? Oh, je kan het planten, denk ik. Gardenbed. Nee, niet. En ik moet een hoe noem je zo'n ding? Een ho kopen. Hoe heet het ook in het Nederlands? Hoe heet het ook in het Nederlands? Ja, weet ik veel. Hier heb je deze trouwens zo. Bedankt. Hier, dan kan je dit sorteren. Hier heb je honing op de grond. Wow, zieke bottleflip deed ik bijna. Oh. Hoe heet zo'n ding ook weer in het Nederlands? Een seis, of niet? Nee, seis is... Nee, ik weet het even niet. Een schoffel.
Een schoffel. Een schoffel hebben we nodig. Die gaan we kopen. 200 munten kost die. Maar ja, dat moet maar, hè. Dan kunnen we gewoon de garden helemaal klaarmaken. Dan kan ik hem plowen. Kijk, jij bent vast inderdaad de dag voor morgen aan het klaarzetten. Kijk, dan doe ik zo. Hoppa. Garden bed. Oh, ik haal het vieze gras haal ik eraf. Dat zal ik even overal doen, oké? Ik zal elke helemaal ready maken om gewoon zaakjes op te kunnen plaatsen. Ja, vind ik een goeie. Toch weer een beetje Minecraft dit, hè? Zo. Toch weer een beetje Minecraft. Maar alles lijkt tegenwoordig op Minecraft. Of, ja, het is gewoon een survival game. Oké, jij hebt die andere zaakjes. Ik zal er eentje planten. Zo. Dan moet jij die... Oh, fertilize. We moeten er ook nog water moeten we erbij doen. Denk ik. Of niet? Nee, dat hoeft niet eens. Kun jij die andere zaakjes planten? Ja, heb ik. Kijk nou even wat die Rick hier gedaan heeft, hé. Geweldig. Ik zal die andere twee zaak nog even plaatsen. Hier één. En zelfs hier eentje doe ik er nu. We moeten kijk even fertilizen. Hoe goed we klaar zijn voor de volgende dag. Ja, dat is top, dat gebeurt vanzelf, denk ik. Kijk, zie je, dat gebeurt vanzelf. Zal ik even kijken. Zo, even mijn waterbucket bijvullen. Wat moet ik bijvullen? Even de afwas? Ik zal de vaatwas bijvullen. Goed, zijn we denk ik klaar voor een nieuwe dag. Gewoon even planten. Want we hebben dit helemaal volgepropt, zo te zien. Het ziet er goed uit. Hé, we kunnen hem harvesten, of niet? Ja, nee, dat duurt nog maar even. Ja, nee, hij is bezig. Als je er overheen hoffert, kijk, zie je? Dan zie je dat hij bezig is. Oh, ja. Ja, dan kunnen we denk ik wel open. Ja, dan kunnen we open. We hebben allemaal hapjes klaarstaan hier. Is dit alles wat we hebben? En jij bent gewoon tussentijd nieuwe dingen hier aan het voorbereiden? Ja, ja, ja. Geweldig. Ik zou zeggen, open hem. Ik ga hem... Of gooi jij hem open? Ik gooi hem open. Komt hij zo. Ook... We hebben in tussentijd ook nieuwe bezorgingen. We hebben weer een happy en een biertje. En boiled corn en een happy. En weer een biertje en een happy. Zullen we... Doe jij die? En boiled corn kan nog niet. Als jij die andere twee gewoon tegelijk doet, dan doe je gewoon een dubbele bezorging. Pak je de scooter even? Ja, dat kan. Ja, ik bedoel, de ezel en koets. Pak je even. Ja, even kijken. Ik moet van alles twee hebben. Ja, die staan al klaar natuurlijk. Yep. Nou, de groeten. De groeten. Tot zo. Heb je de quest klaarstaan dat je weet waar je heen moet? Nee. Moet je hem even klaarzetten bij quests hier. Dan kan Follow. Je kiezen welke je wilt. Ja, ik doe eerst die. Daarheen. Hé, hey, doei. Doei. Dag Rick. Van zoveel beren, wespen en andere beesten. Ah, en mannetjes die aanvallen. Er gebeurt niks. Nee, dat gebeurt allemaal niet hier, hè? Nee. Goeiedag, mevrouw. Wat wilt u hebben? Zeg maar, we hebben alles. Wilt u een biertje? Biertje hebben we. Biertje hebben we. Geniet van het biertje. Helemaal klaargemaakt. Tussentijd ga ik even kijken of onze crops klaar zijn. Bijna, driekwart. De eerste crop is op driekwart. Hé, hey, jongens. Goeiedag, mevrouw. Wat wilt u hebben? Zeg het maar. Oh, u wilt een happy hebben? Een happy, die hebben we gewoon. Ik heb alles even klaarstaan. We hebben alles, heeft Rick voor mij klaargezet, zodat ik gewoon alles hier kan regelen. Tussentijd ga ik lekker afwassen weer. Zal ik vast een nieuw biertje klaarzetten. Hoppa. Zo, hé, hey, Rick, dit systeem hoe we het nu hebben, dat gaat echt helemaal goed. Ja, dat werkt top, hè? Ja, dat werkt top. Ik zal deze dingen tussentijd hier even uithalen. Dan zal ik even een nieuw bier maken. Dan heb ik even wat water ook nog. Oh, dat heb ik ook hier. Hoppa, tussentijd zal ik nieuw bier koken. Lekker zeg. Wat wilt u hebben, mevrouw? Zeg het maar. U wilt een biertje? Biertje hebben we. Helemaal klaar, schoon, zoppakee. Dit is de beste dag. Oh, lek. Nee, hij is weer stuk. Nee, hier. Kom. Dicht. Dicht die handel. Zo. Jeetje. Bieren overal ineens. Zetten we een nieuw hapje klaar in de tussentijd. Ga ik ook even kijken of ik nieuw eten kan maken. Oh, oh, want word je aangevallen? Nee, er zit hier een soort groene stinklucht. En ik kom daar aan en echt mijn HP gaat heel snel naar beneden. Oeh, gif of zo. Ik denk het. Ah, snel weg dan hier. Moet je voor oppassen. Ik kom weer terug. Ik heb ze allebei afgeleverd. In de tussentijd ben ik nieuwe eten aan het maken. Hé, onze crops zijn klaar. Dat moeten we zo meteen ook even doen als jij er bent. Ja, ja, ja. Gaan we die crops. Dan kunnen we kijken of we mais kunnen maken. In de tussentijd ga ik hier zo nieuw eten maken. Maar ik denk dat we dan ook misschien een nieuwe kookpot moeten neerzetten. Dat we keuken moeten uitbreiden. Want we hebben ook bijna 1000 munten op het moment. Hé, dronkenlap, wegwezen. Jij houdt een plek bezet. En hij gaat afval zo in de tussentijd. Goedemorgen. Hallo. Hé, hey, mevrouw. Kan ook ergens mee helpen. Een lekker biertje. Gaan we voor u regelen. Nee, ik zet in de tussentijd twee nieuwe biertjes klaar. Zet jij, was jij die spullen ook even af? Ja, ik zit dus te denken. Ja? Waarom wij voor ons gevoel deden dat spullen kwijtraken. Ik denk met die orders dat je gewoon die hele spullen niet meer terugkrijgt. Oh, of je moet er daar wachten en dan kan je het pakken. Maar dat gaan we niet doen. Nee. Ah, daarom is het zo duur, want je raakt ook je spullen kwijt. Ik heb het, daarom heb ik even een paar nieuwe dingetjes gekocht. Oh, hey, wat is het ineens druk hier? Hallo jongens, wat willen jullie allemaal? Biertje? Biertje en eten. Ik doe biertje wel. Ik doe hier eten. En hier nog een appie. Hoppa. Zo. Ja, dit gaat wel goed, hè, dan zo. Ja, zullen we de crops even doen? Want die mensen zijn wel druk bezig nu. Zo, die zijn lekker aan het eten. Ja, 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 ja. Even kijken, je kan ze pakken. Zoals dit. 1, 2... 3. Kunnen ze dan ook weer planten in de tussentijd? Planten zien. We hebben er geen zaadjes meer ervan. Dat is wel jammer. Nou, die kunnen we kopen. Of we moeten ze zoeken. Ja. Eén van de twee.
Ja, gewoon koken. Oké, dan ga ik weer even. Doe jij even het restaurant, dan ga ik wel kletsen met hem. Ja, is goed. Hallo, camera. Rick, we moeten hier gewoon boiled corn maken. Daar kwam het op neer. Het verhaal van hem. Oké. Dus zou ik een nieuwe kookpot kopen? Ja, doe maar, joh. Ja, dan kunnen we anders zitten we weer te plooien met één zo'n pot. En dan dus ruikt mensen hun soep ruikt van één keer weer naar mais, weet je. Willen ja, we ook dat, niet. Dat moeten we niet hebben, inderdaad. Dat moeten we niet hebben. Is het een single burner stove? Is dat hem? Ja, volgens mij wel. Ik denk het wel. Ik ga nog wat kopen. Het is wel duur, maar het gaat wel heel leuk zijn. Ik heb twee dingen gekocht. Ik heb hier ten eerste heb ik hier een nieuwe burner stove. Dus dan kijk, dan kunnen we. Hoe roteer ik dit? Oh, zo. Kijk. Ten eerste, die zet ik ernaast. Hoppa. Kijk, dan hebben we dit gewoon zo. Maar, als we nou de dag af. Oh, wacht even, er is ik wat. Komt ie, hoor. Rick, heb je een biertje? Ja, staat klaar. Kijk, weet je wat het ding is? We hebben nu natuurlijk... Kijk, als ik dit nou hier plaats, zo... zo, kijk, dan kunnen we onze mokka ophangen. Zodat we onze mokka niet kwijtraken, weet je? Dan hoeven ze ook niet in de kist te doen, dan kan je ze gewoon snel pakken. Dat werkt gewoon heel goed. Oh, dat werkt we hebben echt nieuwe klant. Biertje. Ik zal hem tussen het afwassen. Als jij het biertje brengt? Ja. Dan ga ik even afwassen. Kunnen jullie niet beter even iets dichter bij de tap zetten? Wat? Die mokka recht. Ja? Zal ik even kijken? Oh, je hebt al die mokken erop gehangen. Ja. Oké, wacht. Wat ik zal even kijken. Kunnen we niet hierboven hangen? Ik heb alles. Je moet X inhouden. Oh. Zo, oké. Ik denk misschien dat je hem hierboven kan hangen. Of hier aan deze muur. Hoppa! Kijk, en dan zal ik alles erop doen in één keer. Hoppakee. Dan hebben we al onze mokken hangen daar. Ja, dan kunnen we het zo pakken. Dat is handig, hè? Ja, dat... Kijk, dat we zijn er op die manier... Oké, we hebben één biertje weer. Iemand wil weer een biertje. Ja. Kijk, dan kan je hier die mokken pakken en dan kan je ze zo kwijt bijvullen. Dat is oprecht echt heel handig. Ik zal het schoonmaken. Ja, zoiets moeten we ook voor de borden hebben uiteindelijk. Ja. Zo, ik zal deze mok hier... Hoppakee, even ophangen weer. Ik heb ook graan. Zou ik in de tussentijd van dit graan even... Ja, ik had er al een beetje ingezet, maar ik kan Oh, daar kan ik de rest bij doen. Ja, zo. Kunnen we eten maken of drinken. Zo, ik even kijken. Oh, hoeveel koorn heb jij? Oh ja, koorn natuurlijk. Ik heb 6 koorn. Oh ja, top. Ik heb er 4, dus dan hebben we precies genoeg. Nou, doen we het er als het goed is. Even kijken. Oh, eerst moet het water erin. Ja, dit dat gaat werken namelijk pakken. Anders. Ja, ja, ja. Ik stop het water. Ik had ook toevallig water. Dat stop ik erin. Dan moeten we eerst koken. Okay. En daarna moeten we pas waarschijnlijk dit erin doen. Of had jij het er al in gedaan? Nee. Ik heb iemand wil een biertje. Dus zal ik het tussentijd even brengen. Hier, meneer. Sorry, mevrouw. Zo, even kijken, wat wil jij? Die wil 2 biertjes. Ik kom eraan. En ga afwassen. Zo. En dan zou ik de mok weer ophangen. Dat mokkenrek is echt handig. Ja, die is dan moet jou. Je gewoon inhouden. Dan kan je al die mokken kan je er weer opleggen. Ja, klopt. Hoe werkt dit? Oh, en nu moeten we, de koorn erbij doen. Terwijl die aan het koken is, Rick. Kijk, hij is halverwege. Halverwege. Deze werkt iets geavanceerd. Dat doe je niet in één keer. Je doet halverwege, doe je die dingen erbij. Het zit erin, hoor. Deze doen we tussentijd hier leggen, zo. Wat wil ze? Biertje. Die hebben we. Biertje hebben we. Ja. Zal dus daar even nieuwe biertjes klaarzetten. Zo, 1, 2, 3. 1, 2 en 3. Hoppakee. Heb je nog vieze mokken? Ja. Vergeet je ze niet op te hangen? Okay, wat wilt u, mevrouw? Wat wilt u hebben? Biertje. Biertje heb ik al klaargezet. Zo, we zijn... Hé, wegwezen. Jij bent dronken. Ik zie het alweer. Wegwezen. Hé, hey, level up. Rick, we hebben een nieuw gedeelte. Oh, we hebben een grill. Oh, ja. Kijk dit hier. Wat? Misschien kunnen we hier onze keuken van maken, onze eetkeuken. Hier, kijk. Er is een deur open gegaan. Als we hier nou onze eetkeuken van maken, dat we hier zeg maar... Ja, hier gaan koken en dan hier... Hier gaan koken. Of kunnen we niet weten hier het bier brouwen? Ja, dat is misschien wel beter. Dat we hier inderdaad het bier brouwen. Ben je die grote ton kwijt? Ja, dan zie ik die ton die staat ook... Nou, hij staat wel mooi daar. Maar hier moet sowieso gewoon... Dit is de keuken, op zijn minst, weet je? Ik heb boiled corn. Een boiled corn? Oeh, maar misschien wil je... Hé, dronken lap, wegwees hier. Wacht even hoor. We gaan zo over de winkel sluiten, zodat we even kunnen ordenen, sorteren wat we allemaal van plan zijn. Ik heb nog steeds het appeltje hier op de grond liggen. Ik weet niet wat ik ermee moet. Ik weet echt niet wat ik ermee moet. En we kunnen ook een grill, zei je? Hé, happy! Ik dacht al even dat het corn was, maar het is een happy. Kom maar, komt er maar. Ik heb een happy voor je. Hoppakee. Hé, wat een vieze was hier allemaal op dinges. Vieze afwas. Vies. Even wassen hoor. Ik ben niet op mij, Rick. Ik ben even aan het afwassen. Ik was ook aan het afwassen. Echt? Waren we samen aan het afwassen? Ja, bier is op. Zullen we de winkel even sluiten? De bar? Ja, vind ik een goeie. Zullen we even een mok ophangen in de tussentijd? Volgens mij hebben we ook precies 5 mokken, klopt dat? Nee, we hebben er meer. Oké, deze wel 2 biertjes. En dan zal de winkel in de tussentijd dicht doen. Zo. Ga ik even tappen. Oh, we moeten 1 boiled corn aan de scarecrow geven. Dat doe ik al in de tussentijd hier. Oh, top. Ik zal deze wel even geven. Huh? Oh, zo, komt-ie. Hier, deze is lekker voor jou. Geniet ervan. Nou, dank voor... Oh, en ik denk zodra we het aan hem geven, dat we het vanaf dat moment ook verkopen in onze bar. Snap je? Zodra we ons eten aan hem geven, dan zal hij misschien via magische wijze doorgeven aan de mensen dat wij dat ook verkopen.
Dus dan is dat helemaal ready. Ik heb Bart wat dicht gedaan. Ja, maar ik wil nog even wat extra graan kopen. Ah, oké. Zal ik in de tussentijd... nou, dat doen we in de volgende aflevering. Gaan we wel alles even een beetje hersorteren, op nieuwe plekken zetten en weet ik veel wat. Ja, en misschien zelfs... Ik denk dat we inmiddels ook wel, als we het zo zien, toe zijn aan een nieuwe tafel. Denk je ook niet? Ja, het mag wel iets drukker. Het mag wel iets drukker, inderdaad. Vieze mokken ze gooien zelfs op de grond tegenwoordig. Ik ga nog heel even afwassen. Oh, dan moet ik even wat water bijvullen. Ook al, gezellig. Ja, gaan we samen naar de put toe hier. Naar de put. Naar de put toe. Hier, dan vullen we deze. Water erin. Hoppakee, dan ga ik nog even afwassen. Dan ga ik alleen nog even geld aangeven aan ook de plek waar we onze bekers of onze borden. Borden? We noemen het helemaal anders. Ik weet niet hoe we het noemen. In ieder geval een plek waar we onze borden kunnen plaatsen. Onze happy borden. Onze happy borden. Zo, dat kostte wel 200, maar dat is een investering, Rick. Want je zag hoe goed dat werkt. Ja, zeker. Maar zou ik deze plaatsen? Nee, dit is ook iets dat ik aan de muur moet hangen. Zou ik die hierboven hangen? Ja, daar, ja. Kijk, hier. Kijk, daar kunnen we onze borden op plaatsen. Ik ga ze gelijk pakken. Inhouden, upload. Zo, hoppa. Kijk dit nou. Dan kan je zo een bord pakken, hoppakee. Dan kan je hem daar erin doen en dan kan je het gelijk gebruiken. Nou, dat is even handig, hè? Dit is top, hoor. Dit is echt... Kijk, hier hangen die mokken. Die moet ik ook nog even uploaden. Zo, hoppakee. Dan hangen ze er allemaal. Dit is toch even geweldig. We zijn helemaal klaar voor de volgende aflevering, Dick. Aflevering. Pondelletje. We hebben hier een nieuwe ruimte. We hebben allemaal nieuwe dingen ook unlocked die we kunnen gaan kopen. En we verdienen redelijk snel geld. Ja, en er zijn ook weer nieuwe food deliveries voor 240 munten en zo. Dat gaat hartstikke goed allemaal. Hey, laten we even alleen nog even de viezigheid opruimen. Ja, anders komen mensen die durven niet binnen te komen. Want ze komen niet natuurlijk een vieze bar binnen. Nee, dat snap ik. Dat zou ik ook niet doen. Nee, dat zou ik ook. Waarom is hier ook? Er zit hier een spin. Kunnen die spin niet gewoon vermoorden? Dat web komt even terug. Waar is nog meer? Ja, ergens is de vloer misschien. De keuken is hier nu wel lekker schoon. Maar niet. Huh? Ergens is nog viezigheid. Oh, hier. Spinnenwebje. Nog eentje, denk ik. Dus ergens nog viezigheid, inderdaad. Gewoon iets. Hier ook nog spinnenwebje. Ja. Hebben we hem? We hebben hem. We hebben hem helemaal. Hé, Rick, dan krijg jij van mij hier nu deze appel als afsluiter van de aflevering. Oh. En jongens, dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Laat zeker even weten in de reacties als je hem helemaal hebt gekeken. Want ik ben heel benieuwd wie dit helemaal tot het einde kijkt. Vond je het nou zo'n leuke video? Kijk dan vooral ook even lekker deze video. Dit is namelijk een andere hele leuke video op mijn prachtige wandelend kanaaltje. Klik erop, kijk ernaar en geniet ervan. En dan nu, dankjewel voor het kijken naar deze video. Spreek je later. Glaasje water, tot 4, flesje bier en tot de volgende keer. Doei!